Eind deze week wordt wellicht duidelijk wie er van de SPA op de lijst van de Stadspartij zal staan. Een van de verwachte namen is Karim Bagar. De zaalvoetballer is nu al gemeenteraadslid. En na het vertrek van Monica de Koning naar de federale regering werd Bagar ook gevraagd om schepen te worden. Maar hij paste daarvoor. Bagar wilde voor een job van een jaar niet zomaar alles opgeven. Bovendien wordt hij verdacht van fraude in de zaak rond zaalvoetbalclub Forcom. Zo zou hij een deel van zijn winstpremies in het zwart betaald gekregen hebben. De affaire sleept al 4 jaar lang aan. Vorig jaar nog werden maar liefst 38 verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen. Maar sindsdien is het opnieuw akelig stil rond de hele zaak. En dat is vervelend voor Bagar, die in de komende gemeenteraadsverkiezingen ongetwijfeld opnieuw een belangrijke rol kan spelen voor de SPA. Maar doordat er nog altijd geen uitspraak is in de Forcom-zaak, blijft hij als een zwaard van Damocles boven Bagars hoofd hangen. Zelf hield de trainer van zaalvoetbalclub Antwerpen altijd zijn onschuld staande en hij verklaarde eerder al dat hij graag schot in de zaak ziet. Ik hoop dat het al lang was voorgekomen. Het is nu al heel lang dat we ons eindelijk kunnen verdedigen en dat we er eindelijk vanaf zijn. Het is wachten op het Hof van Cassatie, waar een van de verdachten beroep heeft aangetekend tegen zijn vervolging. Een uitspraak over de schuld van de verdachte komt er echter wellicht niet voor 2013. En dat zou voor Bagar een fikse knauw kunnen betekenen voor eventuele ambities voor een schepenambt. Ook Tanja Smit, een ander socialistisch gemeenteraadslid, werd in verdenking gesteld. Zij betreurt dat er nog geen uitspraak is. Het is voor haar een van de redenen om in oktober niet meer op te komen. De vraag in heel deze netelige kwestie is of de redelijke termijn na 4 jaar nog niet overschreden is. Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil daar alvast geen uitspraken over doen.